Guillaume Fernandes, het wordt uiteindelijk 1-6. Kunnen jullie daar tevreden over zijn? Nee, we hadden van tevoren afgesproken dat we veel moesten scoren. En 6 is tegen deze ploeg niet genoeg. Nee, de eerste 3 wedstrijden, 3 keer tussen aanhalingstekens een matige productie. Stoort dat jullie? Nou ja, op zich stoort het meer als je geen, als je geen kansen creëert. En die waren er wel. Ik miste dan die penalty bijvoorbeeld. En kop er eentje op de lat, wordt een van me van de lijn gehaald. Kijk, en ja, dan is het al 3 doelpunten meer. En het is geen excuus, maar die ballen moeten er wel gewoon in. En als je die dan scoort, is het een heel ander verhaal. Want dan staat er 9-1. Ja, zie. En dat is het enige wat er een beetje aan schort. Maar op zich, we begonnen best aardig. Het tempo was vrij hoog. En dat is het meest belangrijke. En de doelpunten moeten meer, heel simpel. Ja, want zo leidt die discussie op van moet er nog een spits bij komen. Dat hoor je eigenlijk iedereen zeggen. Voel je dat een beetje als druk? Nee, op zich niet. Ik doe wat ik kan doen. En als er dan eentje van de lijn gehaald wordt en ik mis een keer een penalty en ik kop er eentje op de lat, ja, dat is dan vervelend. Maar ja, ik mis ze niet expres en ik schiet er wel weer andere 2 in. En ik speel afgelopen zaterdag een halve wedstrijd en dan scoor ik ook gewoon en geef ik een assist. Dus ja, daar ben ik niet echt mee bezig. Ik moet voor mezelf gaan zorgen dat ik het vizier op scherp krijg. En het is de tweede wedstrijd en 3 goals in anderhalve wedstrijd is op zich niet heel slecht. Wat is jouw doelstelling dit jaar? Vorig jaar heb je veel aan de zijkanten gestaan. Begon je eigenlijk ook als spits, maar toen kwam Guidetti. Is jouw doelstelling gewoon de eerste spits van Feyenoord worden dit seizoen? Nee, mijn doelstelling is dat ik gewoon alles wil spelen dit jaar. En of de trainer mij aan de zijkant nodig heeft of in de spits, is voor mij niet echt een issue. Ik wil gewoon alles spelen en ik voel me goed in de spits. Aan de zijkanten kan dat ook. En ik heb geen favoriete positie, maar spelen is het allerbelangrijkste. Trainingskampen zitten zo goed als op. Zijn jullie wijzer geworden? Nou, we hebben goed gepraat over de schablonen en hoe we willen spelen. En, de trainer heeft duidelijk gemaakt ook aan de nieuwe jongens hoe het in elkaar zit. De manier van spelen en de manier waarop ook vooral. En daar is iedereen wijzer in geworden. Je bent fitter geworden, je hebt wedstrijden in de benen. En ik denk dat we op zich qua arbeid wel hetgeen hebben gedaan waar we voor hier zijn gekomen. En ik denk dat we al met al wel over de arbeid wel tevreden mogen zijn. Ja, doelpunten mogen meer, maar voor de rest was het niet slecht. Nu zegt de trainer, het wordt heel moeilijk om de prestatie van vorig jaar te evenaren in tweede plaats. Tuurlijk gaan we ervoor, maar top 5 zou wel mooi zijn. Hoe denk jij daarover? Nou ja, als er 18 ploegen zitten in de competitie, als je daarvan tweede wordt, dan is het een hele mooie prestatie inderdaad. En je weet niet hoe de rest doet, dus de tegenstanders en wie ze allemaal halen en hoe het dan met elkaar zit. Maar ja, als je hetzelfde kan opbrengen wat je vorig jaar ook deed en voor elkaar door het vuur kan gaan, we hebben sowieso een fantastisch publiek. Dan is thuiswedstrijd van ons winnen is heel moeilijk. En ik denk dat we, wat de trainer zegt, de eerste 5, dat sowieso, dan heb je Europees voetbal, dat het heel belangrijk is. En nu, vanaf nu is het vroeg, is nog heel vroeg om nu te bepalen van wat het gaat worden, aangezien je niet weet hoe iedereen hoe de rest ervoor staat. Dus, tot slot, over 2 weken moeten jullie eigenlijk staan, hè? Dan gaat het echt beginnen. Op hoeveel procent denk je dat het team op dit moment staat? Nou, wel over de helft. Ik denk dat iedereen vrij aardig fit is, dat sowieso. En dat het daarmee begint. Het vizier moet nog op scherp. Je hebt 2,5 week daarvoor. Een wedstrijd tegen Malaga, een wedstrijd tegen Dordrecht om dat te laten zien. En dat je het niveau opgekrikt hebt van de afgelopen tijd. Ja, en ik denk dat je 60, 65, misschien wel 70% dat je daar al aan de goede kant op bent. En als je zorgt dat je die laatste 20-30% erbij kan pakken, dan denk ik dat je een goede kans maakt tegen de ploegen die je gaat treffen.